Bent u moe, futloos en vallen de dagelijkse dingen u zwaar? Zou u eigenlijk best graag een stuk fitter willen zijn? Dan is nu misschien wel het moment om in actie te komen. Als u meer beweegt, krijgt u nieuwe energie en heeft u minder kans op somberheid. Bewegen helpt ook goed tegen stress. De truc is om minstens 5 dagen per week een 30 minuten per dag actief te bewegen. Bijvoorbeeld fietsen, stevig wandelen, zwemmen, dansen of tuinieren. Intensief huishoudelijk werk telt ook mee. Elke dag een 30 minuten actief bewegen werkt nog beter dan 2 keer per week 1 uur intensief sporten. U hoeft niet een 30 minuten achter elkaar te bewegen, maar kunt dat op uw eigen manier over de dag verspreiden. Bijvoorbeeld 's ochtends 10 minuten oefeningen doen, 's middags 10 minuten fietsen en aan het einde van de dag nog 10 minuten wandelen. Maak er een gewoonte van om tussen uw dagelijkse dingen door wat extra te bewegen. Loop af en toe even bij uw computer weg. Neem vaker de trap in plaats van de lift. En laat de auto staan en ga op de fiets naar de winkel of naar uw werk. Doe alle korte afstanden lopend. Als u veel beweegt, raken uw spieren, longen, hart en bloedvaten eraan gewend om te werken. U voelt zich daardoor fitter en u heeft meer energie. U kunt beter ontspannen en slaapt lekkerder. Bent u niet gewend aan actief bewegen? Begin dan rustig. Het gaat erom dat u zich zo inspant dat u ervan gaat hijgen en uw hart sneller gaat kloppen. Zorg dat u niet meteen helemaal buiten adem raakt. Als u stopt met bewegen, moet u direct weer normaal kunnen praten. Als u naar adem snakt voor u weer wat kunt, dan bent u te ver gegaan. Breid de inspanning geleidelijk uit. Begin bijvoorbeeld met een wandeling van 10 minuten en ga de weken daarna steeds iets verder. Kies activiteiten die u leuk vindt en die u makkelijk kunt inplannen in uw dagelijks leven. En zorg voor afwisseling als u dat prettig vindt. Bijvoorbeeld de ene dag fietsen en zwemmen, de andere dag wandelen en tuinieren. Verwacht niet dat u na een paar weken al superfit bent. Het kost tijd om op te bouwen. De eerste weken kunnen spierpijn en vermoeidheid het wel eens lastig maken om het vol te houden. Probeer daar rekening mee te houden. Als u eenmaal door de beginperiode heen bent, zult u merken dat het elke week beter gaat. Uiteindelijk wordt u echt fit, kunt u zich beter ontspannen en slaapt u weer als een roos.